Wouter de Vries, SPS. Wij zijn leverancier en producent van ground support equipment voor luchthavens. Daar worden alle vliegtuigen mee afgehandeld. We hebben inmiddels 5 vestigingen door Europa heen. Samenwerkingsverbanden met fabrieken in Polen. We zitten te denken om onze eigen fabriek op te richten hier in Polen. Dus vandaar deze handelsmissie voor mij erg interessant is. Ik ben met Jesse Brokkel van Handelsroute. Wij helpen Nederlandse ondernemers met hun internationale ambities om in het buitenland uit te breiden. Polen is voor mij de eerste keer dat ik hier in Polen ben. Nieuwe markt, voor onze klanten. Interessant om Polen te verkennen. Dus voor mij ontzettend inspirerend om hier te zijn en te leren over de kansen. Jeroen van Leeuwen, NL Jobs, uitzendbureau, actief in het Westland. Helpen veel Poolse mensen aan de baan. Daarom hebben we 2 kantoren hier in Polen, in het zuiden van Polen. En dat was voor mij de link om samen met de andere jonge managers met deze handelsmissie mee te doen. Ontzettend leuk, inspirerend om elkaar te spreken. Voor mij is Polen geen onbekend terrein. Het is ook leuk om weer eens in de hoofdstad te zijn. En ik ben erg eens met de stelling die net in het forum ook naar voren kwam, dat innovatie belangrijk is, dat daar onderwijs en de nieuwe generatie het voortouw in moet nemen. Nou, dat proberen wij hier met z'n allen te doen. Gerard Kool, Sense Umbrellas. Ik ben hier om de stormparaplu's ook in Polen aan de man te brengen. Er zijn hier nog veel te veel EU-paraplu's die vervangen moeten worden. Dat staat hier nog in de kinderschoenen, vandaar dat ik hier op missie ben om te verkennen wat we daarin kunnen betekenen. Dat is mijn ene rol. De andere rol is ook lid van Young Management, internationaal. We zijn hier met z'n allen, met een mooie delegatie van Young Management, om met name ook te kijken hoe het Poolse ondernemingsklimaat ervoor staat. Maar ook om persoonlijk en zakelijk te groeien over de grenzen. Dat is erg relevant. Want wat Jeroen net al aanhaalt, we spreken net alle kopstukken van VNO en CW. De koning is hier, de koningin is hier. En wat de teneur toch wel is hier, is het besef dat jonge mensen het moeten gaan doen. Nou, dat is toch mooi dat we hier zijn. Dus ik spreek ook de jonge MKB'ers in het land graag aan. Ga mee op dit soort missies. Verken buiten je grenzen. En sta open voor internationale groei. Nederland is klein, prima markt. Maar in het buitenland is nog zoveel te doen. En deuren gaan hier open. Op het moment dat je als jonge ondernemer met een goede achterban hier naar binnen mag wandelen. Dan sta je ineens in een fantastisch voetbalstadion, bijna op de middenstip. Dat alleen al is cool.